Goedemorgen, het is vandaag donderdag. Ik moet weer een ochtendje werken. Ik hoop dat ik daarna nog wat boodschapjes mee kan nemen. En dan kan ik vanmiddag nog een keertje een tekenvideo opnemen. Zodat ik er ook eentje achter de hand heb. En ik wil een planning gaan maken van wat voor trouwvideo's ik ga maken. En dan neem ik jullie natuurlijk daarin weer mee. Het is weer ontzettend vies weer vandaag. Dus ik neem jullie wel mee, maar ik weet niet of ik tussendoor nog ga filmen. En anders dan zien jullie me gewoon straks wanneer ik weer thuis ben. Ik ben inmiddels alweer eventjes thuis. Ik heb mijn vlogje vanmorgen online staan. Ik ga even de deur dicht doen, want anders dan heb ik zo last van het geluid. Het idee is dat ik nu nog een video ga opnemen. Ga je mee? Kom, schiet op. Schiet op. Dit is hè, dwarshond. Kom eens naar binnen. Schiet op. Cookie. Broodje. Oké, je moet er ergens mee omkopen. Ik heb gisteren een tekenvideo opgenomen. Die wil ik editen, zodat ik die morgen of overmorgen online kan zetten. Zodat die zaterdag of zondag online komt. En ik wil nu dus nog een tekenvideo gaan opnemen. Want ja, nu heb ik er tijd voor. Nu is het ook mooi licht. Maar ik wil natuurlijk nog veel meer video's gaan opnemen. Ook met betrekking tot het trouwen. Dus ik ga nu eerst eventjes een beetje brainstormen. Dus eventjes wat lijstjes maken met dingen die ik zou willen filmen. En dan ga ik kijken of ik dat op een of andere manier kan inplannen. Van wanneer ik dat soort dingen zou kunnen doen. Zodat er een beetje regelmaat in komt. Dus dat is wat ik nu ga doen. Ik zal meteen eventjes mijn setupje laten zien. Dit is een microfoonstandaard. En die heb ik dus helemaal op zijn hoogst. Nou ja, op zijn hoogst. Hij staat volgens mij niet op zijn hoogst. Die heb ik dus zodanig neergezet zodat ik hier mijn camera aan kan zetten. Zodat hij naar beneden toe filmt. Dus dat wil ik sowieso gaan gebruiken voor mijn tekenvideo's. En voor, nou ja, ik ga dan nu bijvoorbeeld mijn planning maken. En dan is het gewoon handig dat je dat gewoon kan zien van bovenaf. Dus dan zit ik hier. Heb ik mijn camera, heb ik dan hier. Dan heb ik dan mijn laptop, zodat ik eventueel wat dingetjes kan zien. Of luisteren, of wat dan ook. En over het algemeen gebruik ik dan een luisterboek op mijn telefoon. Want ik luister graag naar boeken op het moment dat ik ergens mee bezig ben. Dus dat is wat ik nu ga doen. Ik ga eerst eventjes een planning maken, wat lijstjes maken. En dan ga ik beginnen met tekenen. En dan zal ik natuurlijk wel weer een sneak preview laten zien van wat ik precies heb gedaan. Dan zit er zo'n groot gat in mijn vlog. En ik vind het toch wel een beetje... En ik vind het toch wel leuk om te laten zien als een soort van teaser naar de uiteindelijke video. Dus dat ga ik nu doen. Vanavond nog eventjes zitten editen. Ik heb mijn tekenvideo geëdit en die heb ik klaargezet zodat die aankomende zaterdag online komt. Dat is voor jullie dus vorige week. En
Als je hem nog niet hebt gezien, dan zou ik zeggen, ga hem vooral kijken. En ik heb ook een tweede video gefilmd. Die heb ik vandaag gefilmd, zoals jullie hebben kunnen zien. En met een beetje geluk kan ik die voor jullie aankomende zaterdag online zetten. Dus een heleboel mooie dingen om te gaan bekijken. Bij deze ga ik de vlog afsluiten. Ik moet morgenochtend weer vroeg beginnen. Dus ik wil jullie heel erg graag bedanken voor het kijken. Vond je het filmpje leuk? Dan zou ik zeggen, geef het een duimpje omhoog. Of vergeet je niet te abonneren. En dan zie ik je morgen weer. Doei!